daar zo zeker van zijn zaak? Blijkbaar wel. Een sandwich Ulare. En wat doet Verbiest hier? Eerst en vooral de verzorgers toelaten. Hij beweegt, was al iets. En hopelijk heeft hij zijn tong niet ingeslikt of zo, want het was een vreselijk contact. Ja, het was in de sandwich tussen de twee spelers. Tomasevic en Chano. Ja, ik denk dat zijn drieën kijken ze naar de bal. Maar het feit dat er twee van Kortrijk naar die bal springen. En Chano probeert over Ulari te springen en daardoor eigenlijk helemaal tegen zijn ploegmakker duwt. Ja, want Klaassen is boos op Ulari. Die zegt, wat kom jij in mijn rug lopen? Maar ja, het is domino natuurlijk. Het helpt ook niet als je met zo'n masker...